Goedemiddag allemaal. Welkom bij dit webinar. En vanmiddag gaan we het hebben over het onderzoek naar de infraroodverwarming in woningen. Pieter Nuiten van WE Adviseurs gaat er zometeen een presentatie over geven. Na mijn korte aftrap begint Pieter en dan tot slot vragen en discussie. Ik moet eigenlijk zeggen dat is dan de discussie, want tussendoor kunnen er vragen gesteld worden. Pieter gaat even aangeven op welke momenten en waar in de presentatie er vragen zijn. Dit webinar wordt opgenomen en de presentatie en de opname worden achteraf uiteraard gedeeld. Aan het einde is er dus tijd voor vragen, maar dat is niet helemaal waar. Ook dus tussendoor hebben we net besloten. En om het iets draaglijker te maken. En dat doen we via de Q&A-functie. Dus niet via de chat, maar via de Q&A. Dat is die andere knop onder in het scherm. Daar kunt u vragen stellen. U kunt ook vragen upvoten. En u kunt ook vragen beantwoorden als het in uw expertisegebied ligt. Of als iemand een vraag stelt waar u een antwoord op hebt. Maar natuurlijk ook leuk als het vragen voor Pieter zijn. Want dan kunnen we ze zometeen, kan ik ze zometeen rechtstreeks gaan stellen tussendoor. Gezien het grote aantal deelnemers dat verwacht werd oorspronkelijk en dat we boven de 100 zouden kunnen komen, er waren iets van een kleine 200 aanmeldingen, hebben we moeten besluiten om er een Zoom webinar van te maken. En dat betekent dat de camera's en het geluid van iedereen uit is en dat we dus via die Q&A gaan werken. Uiteraard ga ik zo goed mogelijk proberen jullie dan met stem en te vertegenwoordigen en de vragen door te brieven. Dit hele onderzoek is eigenlijk begonnen naar aanleiding van een kennisdossier wat we hebben geschreven vanuit de TKI Urban Energy. En in dat kennisdossier hadden we de vraag gesteld van hoe zuinig is nou infraroodverwarming echt? En hoe werkt dat nou eigenlijk precies? En dat werd toen onder andere afgezet tegen bijvoorbeeld de installatie van een warmtepomp. Wat Pieter heeft gedaan in opdracht van ons en van RVO gezamenlijk, is onderzoek doen naar een hele hoop woningen. En we proberen daar uiteraard allerlei vragen mee te beantwoorden, maar heel erg is duidelijk geworden dat dit nog echt aan het begin staat en dat onderzoek daarin nog, dat er nog voldoende ruimte is voor vervolgonderzoek, laten we het zo definiëren. En dat betekent dat we wel weer echt ontzettend veel geleerd hebben en Pieter zal jullie daar in mee gaan nemen. Nogmaals, ik zie graag jullie vragen via de Q&A komen en ik zal ze dan straks gaan stellen. Ja, dan zal ik het scherm van je overnemen, Robert-Jan. Dank voor de introductie. Als het goed is, is mijn beeld, mijn scherm nu te zien, de presentatie, met hetzelfde achtergrondplaatje als van Robert-Jan. Ik zie verder niemand, dus ik hoop dat het verhaal goed aankomt. Ik praat tegen een hoop initialen en tegen mijn eigen presentatie aan. Ik zie jouw presentatie nog niet, Pieter. Oh, dat is goed dat je dat zegt. Zo zie je hem wel dan als het goed is. Ja, helemaal goed. Okay, er zijn nu een ander kleurrandje omheen. Ja. Goedemiddag inderdaad. Mijn naam is Pieter Nuiten van WE Adviseurs. Wij zijn door TKI en door RVO gevraagd dit onderzoek uit te voeren naar infraroodvorming in woningen. En met we zeg ik, ik sta hier, ik hou het verhaal. Ik heb het werk niet alleen gedaan. Met name mijn collega Fee Best, die ook in de zaal zit virtueel, heeft een heel groot deel van het werk gedaan. Wij werken bij WE Adviseurs. Dat is een stichting die zich al een jaar of 40 inzet voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Op allerlei niveaus, dat kan planadvies zijn, beleidsadvies zijn of dit soort beleidsvoorbereidend onderzoek, waarmee we toch hopen de kennis op het gebied van duurzame technieken wat verder te brengen in het land. Ik ga zo meteen vertellen wat we gedaan hebben, wat er uit is gekomen. Ik kan lang niet alles vertellen wat we gedaan hebben en zeker niet alles wat er uit is gekomen. We hebben dat wel opgeschreven, er is ook een rapport van gemaakt. Dat rapport zal, neem ik aan, Robert-Jan, een deze dagen ook wel via de website van TKI gedeeld gaan worden. Daar valt alles nog eens rustig na te lezen. Ik ga vandaag wel even door de hoofdlijnen heen. Even kijken. En wat zijn die hoofdlijnen dan? Er zijn een aantal inhoudelijke brokken waar ik het over heb zometeen. Eigenlijk allereerst is een soort van introductie van onze onderzoekspopulatie. En welke woningen, welke mensen hebben nu eigenlijk meegedaan. Maar vooral, wat is daar nu uitgekomen op het gebied van het comfort wat die mensen ervaren. Het energiegebruik van de woningen, van de infraroodpanelen. Want het gaat echt over infraroodstralingspanelen.
Welke kenmerken van het gebouw of de bewoners hebben daar invloed op? En we gaan kijken naar de piekvraag, het opgenomen vermogen van de panelen en van de woningen als totaal. Ook iedere keer na afloop van zo'n blokje lijkt het mij goed om heel kort eventjes wat vragen te stellen. Want als het allemaal ophoopt tot over een uur of iets dergelijks, dan zijn wellicht sommige vragen niet meer zo heel urgent. En dan ben ik ook wel heel erg lang aan het woord. Waar ik het niet over heb, zijn de kosten van de infraroodpanelen. Dus we hebben niet gekeken naar de business case, of dit nou verstandig is ten opzichte van een warmtepomp of een gasketel. Er zitten wel wat ingrediënten in, dus ik denk dat de mensen die serieus bezig zijn met het maken van plannen voor duurzame woningen, daar zelf wel wat soms op los kunnen laten. Ik ben ook wel een beetje blij dat we die business case niet gedaan hebben, want bijvoorbeeld de gasprijzen zijn de laatste weken verdubbeld ongeveer. Nou, dat is toch al een iets ander verhaal zou het zijn geworden. Dus ik ga het wel hebben over comfort, energie en vermogen. Waar zit mijn volgende? Hoe hebben we dat gedaan? In opdracht van TKI en RVO zei ik al. Ik ben van WE-adviseurs. We hebben het onderzoek niet helemaal alleen gedaan. Er zijn een aantal bedrijven die ons daarbij hebben geholpen. Onder BDH, een adviesbureau, Technolution, die vooral aan de ICT-kant heeft meegedacht. De TU Delft, Universiteit Utrecht, die ook kennis hebben ingebracht. En BeNext heeft ook ontzettend geholpen met het uitlezen van allerlei meetapparatuur. Dus met deze mensen hebben we dit rapport samen opgesteld. De bevindingen zijn tussentijds ook een paar keer gedeeld met een klankbordgroep. Mensen vanuit bijvoorbeeld de branchevereniging IG Infrarood, woningcorporaties, de TU Eindhoven nog, TNO, ISO. Je ziet ze daar staan. Het onderzoek is ongeveer een jaar geleden begonnen. We zijn oktober vorig jaar begonnen met het zoeken naar geschikte woningen, het uitdenken van het protocol, het meetprotocol en dergelijke. En uiteindelijk hebben we in de eerste maanden van dit jaar metingen uitgevoerd op het gebied van comfort, energie en vermogen in een aantal van de woningen. Het zoeken van die woningen, dat was al een uitdaging op zich. Uiteindelijk hebben we een kleine 60 woningen of bewoners bereid gevonden mee te werken aan het onderzoek. Maar ik durf eigenlijk niet te zeggen of dat nou 1% of 10% of 100% is van alle infrarood verwarmde woningen in het land. Het beeld van hoe groot de markt eigenlijk is, dat hebben we niet heel scherp kunnen krijgen. Ik heb wel het idee dat we met dit onderzoek voorlopig wel het grootste zijn in elk geval. Maar hoe groot ten opzichte van de totale markt, dat weet ik niet. Dus dat is even iets in het achterhoofd te houden bij alle resultaten die ik zo meteen ga laten zien. Even wat algemene kenmerken. Hier staat al, het gaat hier over 52 woningen. De meeste dingen weten we wel van al die woningen, maar niet alles. Sommige woningen hebben wel het energiegebruik van de panelen, maar weten we niet precies hoeveel panelen het zijn. Dus het aantal woningen dat wisselt af en toe, en dat is geen foutje, dat is expres. Dat wordt zo. Begin dit jaar, de eerste drie maanden van het jaar, heeft het onderzoek gelopen. Die 52 woningen die zien er ongeveer als volgt uit. Gemiddeld 105 vierkante meter, veel koop, iets minder huur. Wel verspreid over het hele land, de energielabels. Door de oogharen heen lijkt dat wel een beetje wat op de rest van Nederland staat. Dus dat is op zich vrij representatief. Wat wel opvallend is, is dat er toch al veel oude woningen bij zaten. En bij infrarood denk je toch meestal, tenminste dat hoor ik het meeste terug, aan kleine, goed geïsoleerde appartementen. Maar als je gaat kijken naar het lijstje woningen wat er staat, dan zie je dat er ook best een aantal vrijstaande woningen bij staan, twee onderin kappers. Dus het is zeker niet zo dat het alleen wordt toegepast bij die kleine, goed geïsoleerde appartementjes. Wel weer met de kanttekening dat ik dus niet heel zeker weet wat nou de totale markt is van infraroodpanelen. Maar ik vond die verdeling die was wel opvallend in elk geval. Wat voor het energiegebruik ook nog opvallend of relevant is hoeveel mensen daar dan wonen. Dus als je gaat kijken naar het aantal bewoners in die 52 woningen, is dat eigenlijk nagenoeg conform wat er in de rest van het land in woningen woont. En dat zijn vooral toch 1- en 2-persoonshuishoudens. Ja, dat is in het hele land zo. En gemiddeld iets meer dan 2 mensen per woning. Dus als je gaat kijken, de 52 woningen die wij hebben bekeken ten opzichte van de 8 miljoen woningen die er staan in het land. Is het wel ongeveer een representatieve doorsnede geweest.
Hoeveel panelen staan er dan in zo'n woning? Infraroodpanelen, en wat is dan het vermogen van die panelen? Dat zie je in dit grafiekje terug. Met op de horizontale as het aantal panelen per woning, wat oploopt van 2 in de kleinste tot 19 in de grootste vrijstaande woning. En je ziet uiteraard dat het vermogen per woning, dat zijn de blauwe staafjes, langzaam maar zeker oploopt van ongeveer 2 kilowatt tot zelfs 14 kilowatt. Dus dat is een behoorlijk vermogen voor verwarming. De meeste woningen die zitten zo rond de 5, 6 tot 10 panelen per woning. Dus een vermogen van rond de 3 kilowatt ongeveer. Dat is niet per se een onderzoeksdoel, maar dit is wel de categorie aardige bijvangst. Het zijn woningen van 100 vierkante meter, ongeveer 8, 9 panelen per woning. En die panelen die zijn uiteraard wel weer verdeeld over een aantal ruimte. Die hele kleine woningjes die zullen wellicht 2 panelen hebben in de gedeelde woon-slaapkamer, keuken. Terwijl die grotere woning die heeft ook een paneeltje hangen in de berging of op het toilet. Hoe groot zijn de panelen zelf? Er hangen enkele honderden panelen in die 50 woningen waar we naar hebben gekeken. Je ziet een behoorlijke range van de kleinste panelen 90 tot en met de grootste 1,5 kilowatt. Maar de meeste pieken zo'n beetje rond de 1100 of de 550 watt per paneel. Met een hele grote spreiding erin uiteraard. Dat waren een beetje de algemene kenmerken al. Zijn er mensen die daar vragen over hebben? Ik zie in de chat een vraag over prijsverschillen. Ja. Ja, over de kwaliteit van de panelen. Ja. Wil je daarover roepen wat jullie daarmee gedaan hebben? Of jullie ernaar gekeken hebben? Nee, we hebben niet echt gekeken naar het verschil tussen de verschillende soorten panelen. Er zijn heel veel verschillende leveranciers die vertegenwoordigd zijn bij deze 50. Als we er nou 2 zouden hebben, zou je 2 groepen van 25 tegenover elkaar kunnen zetten. Maar soms is het maar een enkel paneel van een leverancier. En lang niet alle bewoners wisten ook welke panelen ze hadden. Dus daar hebben we niet echt naar gekeken. We hebben ook niet kunnen kijken naar bijvoorbeeld het temperatuurniveau van de panelen zelf. Oké, dus dat is niet meegenomen in het onderzoek. Ja, er wordt gesuggereerd in deze vraag ook dat er enorme verschillen zouden kunnen ontstaan tussen het verschillende type panelen, vooral op comfortniveau. Mm-hmm. Is er ergens iets uit het onderzoek waar je dat mee zou kunnen duiden, dat je dat gemerkt hebt? Of? Nou, comfort, dat is het volgende blokje, dus daar kom ik zo meteen nog even op terug. Goed zo. Maar dat is zeker een relevante vraag. Ik zie ook een vraag van, is het infrarood als hoofd- of als bijverwarming? Nee, het zijn woningen met infraroodpanelen als hoofdverwarming. Eigenlijk in principe alleen infraroodpanelen als verwarming. Ja, en dan is er een, wat voor woning was geïnstalleerd met 15 of 19 panelen? Dat lijkt me onnodig veel. Ja, maar er zitten een paar hele grote woningen bij. En als je dan nog in elke ruimte een paneel wil hebben, of juist in een grote woonkamer, liever 6 kleintjes dan 1 grote, dan kom je toch op dat soort aantallen uit. Ja. Ja. En dan nog een vraag of er ook naar nieuwbouwprojecten gekeken is. Ja, ik heb de bouwjaren niet zo in mijn hoofd zitten, maar er zitten wel wat nieuwere woningen in. Niet al te nieuw, want dan heb je natuurlijk geen echt energiegebruik. Dan kan ik zo meteen eventjes nazoeken. Weet ik niet uit mijn hoofd. Oké, okay, dan is er nog iemand die vraagt, kun je ook uitleggen wat het verschil is tussen traditioneel elektrisch verwarmen en infrarood? Wat is dan traditioneel elektrisch verwarmen? Dat is met een elektrische radiator? Ik ga ervan uit dat het iets is in die richting, ja. Maar het principiële verschil is niet zo heel erg groot. Maar die infraroodpanelen zijn vaak panelen, dus die geven iets gelijkmatiger de warmte af voor de iets minder heet. En wellicht dat er nog een fabrikant aanwezig is die dat beter kan uitleggen dan ik. Ja, dan mag hij dat typen als antwoord op deze vraag. Ja. Ja, goed. Dan komen een paar vragen nog langs over de regeling van de panelen. Dat is ook een hele goeie. Ja. Dat komt denk ik straks, hè? Ja, dat komt bij comfort ook nog wel terug. De regeling is voor een groot deel op basis van luchttemperatuur. Voor een kleiner deel is het op basis van een aan-uit of soms een vermogensregeling per paneel.
En dat is dan meestal per paneel, soms is het per ruimte. En die 19 panelen, dat is niet allemaal gelijktijdig aan uit. Die zijn wel los van elkaar geregeld, of in groepjes op zijn minst. Dan nog een andere vraag zie ik hier. Dus waar waren die panelen gemonteerd? Zaten die vooral aan het plafond of waren ze ook aan de wand of de vloer? Ik denk de meerderheid op het plafond, een deel ook wel op wand en vloer, een enkele keer onder een bureau. Maar de meeste op het plafond. Oké. Okay. Ja. Dat waren ze zo te zien voor nu. Dat hoge elektriciteitsverbruik of stroomgebruik bij elektrische radiatoren is heel hoog. Dat is meer een opmerking. Ja, daar komen we straks op terug. Ja, en ik zie Bas nog reageren, maar dat is oké. Ja, helemaal goed. Dan kunnen we wat mij betreft verder naar het volgende stuk. Ja. Nee, dat gaat dan over de comfortbeleving van de mensen. Dat comfort hebben we uiteindelijk in 44 woningen kunnen registreren. Daar hebben 58 mensen aan meegewerkt. En dus sommige woningen waren dat 2 bewoners. Voor dat comfort hebben we een app gebruikt. Een app waarop mensen momentaan konden registreren hoe ze het comfort vonden. En hoe ze het vonden is weer gebaseerd op de behagelijkheidstheorie van Fanger, die hier vaak voor wordt gebruikt. En dat is dan een 7-puntenschaal van ik heb het heel koud via het is oké, tot ik heb het heel warm. En in die app zag dat er dan ongeveer zo uit. Dus mensen konden aangeven van blauw tot rood waar ze ongeveer zaten. En ze konden bijvoorbeeld ook aangeven of dat oké was of niet. Het kan prima zijn dat je het een beetje warm hebt en dat je dat heel prettig vindt. En soms wil je het misschien nog wel warmer hebben. En zo zag dat op die app er ongeveer uit. We hebben bijvoorbeeld ook gevraagd naar wat voor kleding hebben mensen aan. We hebben ook gevraagd naar en wat ben je aan het doen of wat heb je het laatste half uur gedaan. Het maakt voor je comfort natuurlijk nogal uit of je inderdaad een lange broek of een t-shirtje aan hebt. Of dat je in een korte broek zonder shirtje binnen zit. En dus dat soort aspecten hebben we naar gevraagd. Heeft 3 maanden gelopen. De meeste mensen hebben in elk geval elke dag een keer aangeklikt op de app wat ze ervan vonden. Vaak wat meer ook. Dus al met al hebben we een kleine 2000 registratiepunten. Er zaten verder geen tijden aangekoppeld. Mensen kregen geen herinnering. Dus ze moesten op eigen initiatief die app gebruiken. We hebben wel in de hele koude week begin februari, toen het echt beduidend onder het nulpunt was de hele week, mensen nog eens een keertje een mailtje erachter aangestuurd, een keer nagebeld. Van, joh, het zou wel heel fijn zijn als jullie deze week in elk geval die comfort-app zouden willen gaan gebruiken. Nou, dat is ook vrij massaal gedaan. Dus hebben we zo'n kleine 2000 registraties gehad. En dat ziet er dan uiteindelijk zo uit. Dus van die 2000 registraties, kleine 2000, is ruim de helft van de tijden, van de momenten waarop die app gebruikt is, vinden mensen de binnentemperatuur oké. Nou, dan zo'n 30% is het een beetje warm tot heel erg warm. En aan de andere kant een kleine 20% minder, ja, het is een beetje koud of het is heel erg koud. Nou, ik denk persoonlijk dat die app toch iets vaker gebruikt wordt op het moment dat je discomfort ondervindt. Ook dat niet heel erg hard kan maken. Maar ik denk per saldo, denk ik van nou, dit is niet zo heel erg slecht in elk geval. Je kan het niet zo heel goed vergelijken met andere technieken. Want dan zou je zo'n vergelijkbaar onderzoek ook moeten doen met woningen die gasgestookt zijn. Met radiatoren of met vloerverwarming of iets dergelijks. En dan kijken of het dan beter is of slechter is. En of dat dan aan de mensen ligt of aan de huizen ligt. Daar hebben we geen tijd voor gehad. Die woningen hebben we gewoon niet erbij gehad. Maar zonder vergelijkingsmateriaal denk ik, nou, de infraroodpanelen doen het niet slecht in elk geval. We hebben uiteraard wel verder gezocht dan dit. Van wat zou nou een verklarende parameter kunnen zijn waarom mensen het te warm hebben of waarom mensen het te koud hebben. En die hebben we eigenlijk niet zo heel goed kunnen vinden. Ik zag wel een aantal woningen, bijvoorbeeld waar 2 mensen de hele tijd die registratie hebben bijgehouden. En dan zou je wellicht verwachten dat het patroon ook ongeveer hetzelfde is. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Het komt echt prima voor dat de een het warm heeft en de ander het oké vindt of juist zelfs een beetje te koud heeft. Dus dat komt voor. Er zijn weinig, we hebben niet echt goed kunnen vinden welk aspect dan echt relevant is voor dat comfort of bepalend is voor die comfortbeleving. En er zijn best een hoop dingen waar we naar gekeken hebben. Dat zijn kenmerken van de woning zelf. Hè. Dus het energielabel bijvoorbeeld. Eigendom, we hebben gekeken naar de installatiekenmerken, dus het vermogen of de temperatuur die mensen kunnen instellen.
de regeling die gebruikt wordt, wat mensen zelf gedaan hebben, geslacht, leeftijd en dergelijke. En er is eigenlijk niet echt een parameter die heel erg bepalend is. De enige parameter die het duidelijkste beeld geeft, is het eigendom van de woningen. Waarbij opvalt dan dat huurders ze iets vaker te koud hebben en kopers ze iets vaker te warm. Maar wat dan precies de aanleiding of de achterliggende reden is, dat zou ik niet echt durven zeggen. Het zou kunnen zijn dat huurders minder bewust hebben gekozen voor de techniek. Hè. De kopers hebben voor mij in alle gevallen zelf besloten om infraroodpanelen aan te schaffen. Er is niemand die de panelen bij de woning heeft gekregen. Dus wellicht dat die huurders iets minder invloed hebben gehad op wat voor soort systeem het was. Maar dat is dan ook het enige. Dus de verschillen zijn ontzettend klein. Wellicht is 3 maanden meten op deze manier gewoon nog niet goed genoeg. En moeten we langer meten of moeten we ook nog andere technieken ernaast houden om een goede vergelijking te kunnen maken. Maar ik kan niet zeggen dat geen van deze kenmerken is echt bepalend voor het comfort in de woning. Robert-Jan, de vragen. Ja, daar ben ik weer. Even kijken, er is inderdaad een vraag. Even kijken welke nou. Ja, heel veel vragen gaan eigenlijk over allerlei andere aspecten. Ja, is er bekend van die woningen hoe goed ze geïsoleerd zijn of komt dat zo nog? Nee, we hebben wel naar gekeken. Komt in de presentatie niet terug. We hebben wel gekeken naar energielabels en naar isolatie, ja, nee, en type glas en dergelijke. Ook dat heeft geen effect op de comfortbeleving in elk geval. Een tipje van de sluier, ook niet echt op het energiegebruik zometeen. Oké, en dan is er nog een vraag. Is er iets te zeggen over de motivatie van mensen om mee te doen aan het onderzoek? Nou, een aantal van de deelnemers zit in de zaal, dus wellicht dat die daar een antwoord op kunnen geven. Maar de meeste deelnemers zijn zelf, de deelnemers aan het onderzoek, zijn zelf ook wel benieuwd hoe infraroodpanelen het nu doen ten opzichte van de rest. Ten opzichte van andere technieken. En wellicht omdat mensen toch een soort van bevestiging zoeken dat ze wel de goede techniek hebben aangeschaft. Zo zou het kunnen zijn. Nou zie ik hier een vraag van Jacob Haverkamp. Is er gemeten, getoetst of de kopers, of eventueel huurders, ook PV-panelen in gebruik hebben? Ja, dat is zeker naar gekeken. Ja. Het verschil koop-huur, dat zou ik uit mijn hoofd niet durven zeggen. Maar de woningen hebben gemiddeld een behoorlijk PV-systeem erop liggen. Niet alle woningen, maar voor mij zitten ze gemiddeld op 3 of 3,5 kilowatt aan zonnepanelen. En dat is gemiddeld toch echt een behoorlijk groot systeem. Ik zie in de verbruiken niet echt terug dat mensen daarop sturen. Hè? Dat de infrarood aangaat op het moment dat de zon schijnt. Nee. Dan is nog een vraag. Welke temperatuur krijgt de woning of lucht in de woning ongeveer bij het gebruik van infraroodpanelen? Ingesteld, want de meeste panelen worden inderdaad geregeld op luchttemperatuur. Ja, wel infraroodpanelen die verwarmen in principe de objecten en niet de lucht. Dus daar zit wel een vertraging in, want op den duur zal die lucht ook wel wat warmer gaan worden. En die staat gewoon op 20 graden, 21 graden, net zoals je in andere woningen ook tegenkomt. Ja, helder. Even kijken hoor. Sturen is natuurlijk ook niet nodig, zolang die salderingsregeling nog geldt. Dat klopt inderdaad, Jacob. Ja, dat boeit niet. Inderdaad, dan kunnen mensen alles opbranden, terwijl het net de grote batterij is. Nou, niet helemaal waar, want die systemen van 3,5 kilowatt gemiddeld, dus er zitten echt wel een aantal bewoners bij die netto terugleveren. Dus die hebben dan toch al wat baat bij het op het juiste moment aanzetten van hun apparatuur. Ja, exact. Wat is de luchttemperatuur ongeveer wat mensen instellen bij het gebruik van infraroodpanelen? Heb je daar zicht op? Ja, zoals ik al zei, het is niet gek veel anders dan wat je ziet bij gasgestookte woningen of met radiatoren, vloerverwarming. Dus 20, 21 graden. Oké. En op zich zou je zeggen dat natuurlijk vreemd is. Want de vermoeden is altijd dat je bij infrarood het wat lager zet en eigenlijk alleen verwarmt als je er bent. Ja. Dat zijn andere dingen. Er is een verschil tussen je setpoint temperatuur, dus hoe warm je het wil hebben als je er bent, en de tijd dat die aanstaat.
En ook het aantal vierkante meter wat je verwarmt. Dus de gemiddelde temperatuur die zal lager liggen. Maar dat wil niet zeggen dat de ingestelde temperatuur ook per se laag ligt. Ja. Ja, de andere vraag, als ik het zo even goed zie, dan gaan over vooral over vermogen en aanpassingen van groepenkasten en dat soort zaken. Ja. Dus ik denk dat het goed vermogen is. Vermogen komt zo meteen nog eventjes terug. Precies, dat we dat straks in dat blok even oppakken. Ja. Kijk, ja, dus wat mij betreft gaan we door naar het volgende onderdeel. Ja, ik zie nog een paar andere die ik snel kan beantwoorden. Is het opgesteld vermogen vergeleken met een transmissieberekening? Nee, we hebben geen transmissieberekeningen gemaakt. We hebben wel een globaal beeld van hoe de woningen eruit zien, maar niet op het niveau dat we een transmissieberekening zouden kunnen maken. Is er een relatie tussen te koud en het energielabel of het aantal panelen in de woning? Nee. Niet echt. Je zou verwachten dat als er heel veel panelen zijn of heel groot vermogen is, dat mensen dan toch minder vaak te warm hebben of juist vaker te koud, maar nee, niet terug te vinden. Ja, en dat kan natuurlijk zijn dat ze er zelf al rekening mee hebben gehouden. Hè? Ik ben kouwelijk aangelegd, dus ik doe maar een paneeltje extra. Dan moet je toch echt diepte interviews met de bewoners gaan houden om daarachter te komen, denk ik. Ja. En dan nog even een interessante vraag. Ze blijven nu binnenstromen. De NTA 8800, is die toegerust om infraroodpanelen op te nemen? Hele goede vraag. Wat is toegerust? Het zit erin en ja, je kan ze doorrekenen. Maar ik kom zo meteen op een blokje energie en dan moeten we die vraag nog maar eventjes bekijken. Vermoed ik. Ja. Oké. Dat is even goed. Hè. De Roelof Timmer vraagt, wordt er verwarmd als centrale verwarming of als lokale verwarming? Er was een enkele woning die aangaf per woning te schakelen. Maar dat waren ook weer kleine woningen. Dus één of twee ruimtes of iets dergelijks. Dus dan is centraal en lokaal niet zo'n heel groot verschil. Meestal is het per paneel, soms is het per ruimte. Ja, en het idee is dat dit onderzoek is gedaan naar woningen die dus infraroodverwarming als hoofdverwarming hebben. Ja, als enige verwarming zou ik haast zeggen. Ja. Dat was het doel. Ja. Precies. Ja. Oké, okay. Ja, zullen we nu even verder gaan en dan gaan we daarna deze vragen oppakken? Ja. Nee, even dan gaan we door naar het volgende blokje. Dat gaat over het energiegebruik van de panelen. En dan kijken we echt naar het energiegebruik van de infraroodpanelen zelf. Dus los van wat de rest van de woning doet. Dat hebben we bij 22 woningen kunnen registreren. Periode van februari en maart 2021. Dat waren twee koude maanden. Zeker voor Nederlandse winters tegenwoordig. En het verbruik van die panelen hebben we vervolgens via de graad-dagen-methode teruggerekend naar wat dat zou betekenen voor een standaard klimaatjaar. En wat zien we eruit? Nou, we hebben gekeken naar het verbruik van die infraroodpanelen, bijvoorbeeld ten opzichte van de gebruiksoppervlakte van de woning. Ik ga daar een grafiekje van laten zien. Dus je ziet op de gebruiksoppervlakte, tussen de 0 en de 250 vierkante meter. De andere as, het verbruik van die panelen, dus de infraroodpanelen zuiver voor de verwarming, in kilowattuur per woning. En dat ziet er ongeveer zo uit. Dus dat verbruik in kilowattuur, nou, er zit een enkele woning in die bijna niet wordt verwarmd, waar mensen heel weinig aanwezig zijn, tot naar de bovenkant 10.000 kilowattuur voor een hele grote woning. Ik heb er een lijn doorheen getrokken, niet omdat er nou per se een lineair verband zou moeten zijn tussen die twee, om een beetje een idee te krijgen hoe het ongeveer ligt. Dus er zit een aardige spreiding, maar ook wel een aardig verband wel tussen het energiegebruik en de gebruiksoppervlakte. Als je die op elkaar gaat delen, wat komt er dan ongeveer uitgemiddeld? Dan zit je gemiddeld zo rond de 40 kilowattuur per vierkante meter gebruiksoppervlakte. En de helft van de woningen zit zo tussen de 20 en de 50. Nou, die blauwe bolletjes zie je ook wel dat er een behoorlijke spreiding is tussen de ene en de andere woning. Dat is bij traditioneel verwarmde woningen met radiatoren en cv-ketels ook niet anders. Dan zie je ook met gemak een factor 5 of factor 6 verschil tussen woningen die op het oog identiek zijn, maar toch op een hele andere manier worden gebruikt, of een ander soort mensen worden gebruikt. Dus op zich, die spreiding is niet raar. En die 40 kilowattuur per vierkante meter, dat is wel, dat is een jaarverbruik overigens. Ik zie daar een vraag over. Dat zijn kilowattuur voor de hele woning, gemeten in die periode van februari en maart, maar wel teruggerekend naar een heel jaar. Dus 40 kilowattuur per jaar per vierkante meter.
Ja, en is dat dan veel of weinig? Ja, daar valt wel iets over te zeggen, want energie is natuurlijk gewoon wel prima bekend hoe dat in andere woningen zit. Twee andere onderzoeken naar infraroodpanelen van Thuisbaas en een veel geciteerd Duits onderzoek over infraroodbouw, die komen orde grootte hetzelfde uit. Thuisbaas een tikkeltje lager en dat Duitse onderzoek nog een stukje lager. Maar dat was ook een woning die een stuk verder naar het zuiden lag. Dus dat scheelt wel wat. Maar wat vooral opvallend is, is dat die 40 kiloduur per vierkante meter echt wel beduidend lager is wat je tegenkomt in gasgestookte woningen. En het gemiddeld gasgebruik is tegenwoordig ongeveer 9 kuub per vierkante meter. En dat is equivalent aan ongeveer 90 kiloduur. En dat is toch wel echt ruim het dubbele van die 40 die we hier bij die infraroodpanelen hebben gezien. Dat is echt het gasgebruik voor ruimteverwarming. Dus dat koken en badwater is daar al van afgehaald. Dus de vraag was er straks, is die NTA 8800 goed toegerust op het berekenen van die infraroodpanelen? Nou, op zich de infraroodpanelen zelf wel. Maar als ik hier naar kijk, dan zie ik toch wel een behoorlijk verschil tussen deze woningen en een gemiddelde woning. Nou, is wellicht de populatie, hè, dus de mensen die kiezen voor infraroodpanelen, ook niet helemaal representatief. Want dat zijn mensen die toch al bewust bezig zijn met het energiegebruik in hun woning. Maar het ligt er wel een stukje lager dan wat je bij gasgestookte woningen tegenkomt. En dat is toch wel een van de opvallende uitkomsten van het onderzoek wat mij betreft. En of het nou komt omdat die mensen minder vaak thuis zijn of minder vaak verwarmen of een kleinere oppervlakte verwarmen, dat durf ik niet zo te zeggen. Maar het komt gemiddeld wel een stuk lager uit in elk geval. Ja, dat was het energieplaatje. Nee. Even kijken of daar nog vragen over zijn. Er staat inderdaad, is dat verbruik inclusief verwarming van douche en tapwater? Nee, dit is echt ruimte. Dit is het verbruik van de infraroodpanelen zelf. En dat is dus alleen verwarming. Ruimteverwarming, dus geen warm water. Exact. Ja, en de rest gaat inderdaad wat meer over inderdaad de vermogensvragen. Ja. Ja. Dus nou, dan kunnen we verder, Pieter. Het valt mee. Nou, misschien dat ik dan zelf nog een vraag stel. Want we hebben het gehad eerder al tijdens het onderzoek ook over die enorme spreiding die je hier ziet. Mm-hmm. En wij hebben natuurlijk niet zoveel duiding over waar dat dan precies aan ligt en waar dat door komt. Maar ook in gasgestookte woningen bestaat die spreiding. Hè, zoals jullie ook al hadden aangegeven. Wat vermoed jij, als je dus dit hebt gezien en na dit onderzoek, hoe dat... moeten mensen dus daadwerkelijk bewust hiervoor kiezen? Of zou je dit als een standaard verwarming voor alle type bewoning moeten toepassen? Ja, dan nou loop je een beetje vooruit op mijn laatste sheet van zometeen. Nou, dan wachten we daarop. Vraag naar de bekende weg. Ik denk dat de mensen die het mee hebben gedaan aan het onderzoek op een enkele na heel bewust voor deze techniek gekozen heeft. En ook weet wat de voor- en de nadelen van de techniek zijn. Dat het toch een ander stookgedrag is. Dat ze bewust niet de hele woning verwarmen bijvoorbeeld. En dat toch net iets anders is dan bij de gemiddelde Nederlandse woning. Dat is mijn aanname. Ja, helder. Maar dat blijft bij aannames. Dat is dus niet echt we hebben niet echt kunnen onderzoeken in dit onderzoek. Ja. Ja. Oké, okay, heel goed. Komen we langzaam zeker toch vragen over energie binnen, zie ik. Ja. Ja, de vergelijking met gas vraagt iemand. Dat gasverbruik, dat is echt het gasgebruik voor ruimteverwarming. Voor tapwater en koken komt er nog 2-3 kuub per vierkante meter bij. Ja. Waarom vragen die infraroodpanelen minder energie? Nou, ik denk vooral de tijd dat er verwarmd wordt, dat wat minder is. En met name de oppervlakte die verwarmd wordt, dat die wat minder is. Aansluitwaarde, daar komen we zo meteen op. Dat is een hele belangrijke inderdaad. Ja. Ja. Ja, verder. Is dit ook vergelijkbaar met IR-verwarmingsfolie? Ik heb geen idee, daar hebben we niet naar gekeken. Nee. Dus als onderzoeker zeg ik buiten de scope. Ja, ik ken Mark Ossen en ik weet dat het gaat over die infraroodverwarming die wordt weggestuukt in wanden. Mm-hmm. En dat is weer dat is wel veel lagere temperaturen. Dus dat is een hele ander type dan IR-panelen. Lagere temperatuur, veel grotere oppervlaktes. Ja, ja, exact. Ja. Oké. Oké.
Dan gaan we kijken naar de resultaten als het gaat over het vermogen wat de panelen en de woningen nodig hebben. We hebben in 10 woningen hebben we zowel het vermogen van de panelen als van de woningen. Bij 20 alleen de panelen, bij 20 alleen de woningen en de overlap was 10. Dus dat, daar gaan we nu eventjes naar kijken. In eerste instantie eventjes naar het maximale vermogen van de panelen zelf. Dus je ziet hier op de horizontale as het vermogen van die panelen van 0 tot 12 kilowatt. Dus blijkbaar hebben we dit niet voor alle woningen, niet voor die hele grote. En ook de maximale vermogensvraag van de panelen, die loopt dan van 0 tot 9. Ja, dat is een beetje minder dan die 12. Dat is logisch, want het zou raar zijn als die panelen meer vermogen trekken dan wat er geïnstalleerd is. En daar komt zo'n lijntje uit. Ja, dus het maximale vermogen van die panelen correleert best aardig met het opgesteld vermogen van de panelen. Op zich natuurlijk niet zo heel erg raar. Dus je zou het een beetje kunnen interpreteren als een soort van de gelijktijdigheid van al die infraroodpanelen binnen een woning. En dat is in die hele grote woningen zou je eigenlijk verwachten dat het een beetje naar beneden afvlakt, omdat je natuurlijk niet je hele woning tegelijkertijd verwarmt. Maar dit is wel de maximale vermogensvraag, dus in de periode van 3 maanden die we hebben gemeten, is dit echt de piek geweest. Dus zo heel veel zeggen, het is het plaatje niet. Het volgende plaatje, de volgende serie plaatjes, is interessanter en vooral relevanter. We hebben ook gekeken naar de maximaal vermogensvraag van de woning ten opzichte van het vermogen van die panelen. En in die woning zitten natuurlijk gewoon meer elektriciteitsvragers in. Voor warm tapwater in elk geval, voor koken, in enkel geval ook voor elektrische auto's. En bij iedereen natuurlijk ook een allerlei andere elektrische apparatuur, zoals televisies en wasmachines en dergelijke. We zien hier weer op de horizontale as het geïnstalleerd vermogen tussen de 0 en de 15 kilowatt. Op de andere as het vermogen van de woning als geheel, die loopt dan van 0 tot 20. En die kan uiteraard wel hoger zijn dan het geïnstalleerd vermogen van de infraroodpanelen zelf. Als je daar dan alle bolletjes op gaat plotten, dan krijg je deze wolk. Nou, dan kan je met goed fatsoen, ja, je kan er best een lijn doorheen trekken, maar die kan dan echt alle kanten op gaan. Dus de conclusie uit dit plaatje is eigenlijk dat die infraroodpanelen, die zijn niet bepalend voor de maximale vermogensvraag van die woning. Wat je wel ziet is dat er woningen zijn, een paar hier aan de bovenkant, die tot 18 kilowatt vragen. En dat is wel een punt van aandacht, want als je vermogen te groot wordt, dan past het niet meer op een standaard 3x25 ampère elektrische aansluiting, moet je naar iets groters. En iets groters is een stuk duurder. Dus je vastrecht die wordt echt een heel stuk hoger. En we hebben niet gekeken naar de business case van de infraroodpanelen, maar ik durf wel te zeggen dat als je naar zo'n grote aansluiting moet, dat niet heel erg goed is voor je business case. Dus dat is wel echt iets om op te letten, dat het vermogen van die woning blijft passen binnen die 3x25 ampère. We hebben hier nog even verder gekeken, waar komt dit dan vandaan, die hoge vermogens? Het volgende plaatje is eigenlijk dezelfde bolletjes, maar dan uitgesplitst naar welk tapwatertoestel die woningen hebben. En dan zie je in de verschillende kleurtjes en vormpjes ook de verschillende toestellen staan. Dan zie je dat linksbovenin, die rode ruitjes, dat zijn de elektrische doorstroomtoestellen. Dat zijn elektrische apparaten die gewoon momentaan uit elektriciteit, met een soort van weerstandsvorming dus, warm water maken. En die hebben een heel hoge piekvraag. Die apparaten zijn te koop tot 20, 24, 30 kilowatt of iets dergelijks. Dat is een behoorlijke vermogensvraag. En die is dus ook gewoon bepalend voor de hoogte van het vermogen. Er zit niet echt een verband in tussen het vermogen hier en het vermogen van de panelen zelf. Ga je kijken naar de apparaten die wat anders werken, bijvoorbeeld een cv-ketel. Er zijn een aantal woningen die nog een combi-ketel ernaast hebben staan voor het warm water. En daarbij is dus de tapwatervraag niet bepalend voor je elektriciteitsvermogen. En dat geldt eigenlijk ook voor de blauwe bolletjes, de elektrische boiler. Dat is weliswaar een elektrisch apparaat, maar dat staat de hele dag een beetje langzaam aan. En daar zie je dat er toch wel een verband is, het zijn niet heel sterk, tussen dat geïnstalleerd vermogen van je infraroodpanelen en het totaal, de maximale vermogensvraag van zo'n woning. En je ziet ook dat die hier, zeker bij die cv-ketels, maar ook wel bij die elektrische boilers, toch wel uit de buurt van die 18 kilowatt blijft. En dit is dan een beetje aan de hoge kant. Het zou ook nog in iets anders kunnen liggen. Maar in elk geval bij die elektrische doorstroomtoestellen zie je wel dat je
snel in de buurt komt van de grens van wat je elektrische aansluiting aan kan. Bij die andere toestellen ligt het wel een stukje lager. Nou, zelfs een paar woningen met een combi warmtepomp of een warmtepomp boiler erbij. Nou, dat waren twee punten, dus er kan altijd een lijn doorheen. Dat is een beetje flauw om hier in te tekenen. Maar daar ligt het maximale vermogen ook wel beduidend laag. Dus die hoogste pieken, die infraroodpanelen, ja, ze vragen een behoorlijk vermogen. Maar uiteindelijk zijn ze niet bepalend voor de maximale vermogensvraag. Dat zijn in dit geval toch echt wel de doorstroomtoestellen. Dat is echt iets om rekening mee te houden. We hebben even gekeken hoe dat nou gaat in de loop van de dag. Dus we hebben naar zondag 7 februari gekeken. Ik denk als je in je geheugen graaft, in je agenda, dan was je waarschijnlijk die dag ergens op het ijs. Maar hartstikke mooi weer en heel koud, want het was min 4 graden in de beeld. En je gaat kijken naar het vermogen van 10 woningen tegelijkertijd over die dag. Dan zie je dit patroontje. He, dus vanaf middernacht tot middernacht. En je ziet in de loop van de nacht, tot een uur of 6, 7 morgens, verbruik van rond de 10 kilowatt voor die 10 woningen samen. Nou, mensen worden wakker en je ziet zo rond de etenstijd een behoorlijke piek die hier zit. En die piek die gaat tot 60 kilowatt. He, dat zijn dus 10 woningen samen. Er kunnen 3 van die doorstroomtoestellen tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld. Maar dat is het opgetelde vermogen van alle apparaten in die 10 woningen. En dat is best aan de hoge kant. Enerzijds omdat het natuurlijk zullen woningen zijn die in de problemen komen. Maar ook het elektriciteitsnet gaat hier niet blij van worden. Zeker zo'n piek van 6 kilowatt gemiddeld. Daar zijn de meeste netten toch niet echt op voorbereid. Deze woningen staan uiteraard niet bij elkaar in de buurt. Die staan verspreid over het hele land. Dus we hebben niet kunnen controleren of het net het inderdaad begeven heeft. Maar ik vermoed dat als je 6 kilowatt voor een rijtje woningen tegelijkertijd gaat trekken over een periode van een half uur tot een uur, ja, dat de netbeheerder daar niet heel blij van wordt. Nou, even gekeken. En overigens, het is wel een hele korte piek. Dus er valt wel iets aan te doen door heel bewust in te zetten op de regeling van je apparaat of eventueel een huisaccu of misschien zelfs een buuraccu, waarmee je die hele hoge pieken eraf kan gaan halen. Nou, wat je ook ziet in dit plaatje is dat de woningen, dus niet per se de infraroodpanelen, maar de woningen toch gemiddeld zo een heel groot deel van de dag rond die 2,5 kilowatt per woning zitten. En dat is toch al voor de zeker wat oudere netten toch wel de max van wat het elektriciteitsnet aan kan. En op het moment dat je dus een projectmatig gaat renoveren, is dit echt gewoon een punt van aandacht dat je ook met de netbeheerder kijkt of het net het wel aan kan. Nieuwbouw zal niet zo'n probleem zijn, dat zal op een wat groter vermogen worden uitgelegd. Zeker in bestaande bouw is dat echt gewoon een punt van aandacht. Nou, we gaan even kijken, nou, ligt er nou in die infraroodpanelen deze piek? Dat is het volgende plaatje. En dus het bovenkant zie je die 10 woningen. Nou, er waren 9 woningen waarvan we ook nog wisten het vermogen van de panelen waren over dezezelfde periode. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dus 9 kleurtjes voor 9 woningen. En dan zie je wel dat die hele hoge piek hier, en die komt niet door de infraroodpanelen, want hier is die weg. Wat je wel ziet is dat zeg maar, de basis die hieronder ligt, dat is voor een groot deel wel het infrarood wat hier gaande is. Dus we pakken ongeveer 15 kilowatt, 10 tot 15 kilowatt voor die 9 woningen over de hele dag. Dus een groot deel van die dag is het 1,7 kilowatt continu voor die 9 woningen samen voor die infraroodpanelen. Hier nog wel meer interessante stookpatronen. Die onderste blauwe woning die doet het echt wel anders dan de woningen die hierboven zitten bijvoorbeeld. Dus niet iedereen gebruikt ook hetzelfde. Maar die 1,7 kilowatt de hele dag door, gecombineerd met die hele grote pieken die hier ook plaatsvinden. Die niet door de infraroodpanelen komen, maar vanwege de elektrische tapwaterinstallatie waarschijnlijk toch wel samenhangen met het toepassen van infraroodpanelen, is dit wel een punt van aandacht als je op grote schalig niveau bloksgewijs infraroodpanelen gaat toepassen. Tot zover het stukje over de vermogens. Ik zag een hele serie vragen zijn binnengekomen. Ja. Ja, dus we gaan gewoon van boven naar beneden gaan we er doorheen. Ik zie dat er eentje geüpvote is. Die piek rond 1800 uur is vooral door elektrisch koken. Ja, zou kunnen, maar het is wel aan de vroege kant dan. Want de piek die zit echt al voor 5. Dus het zou kunnen. Het kan ook zijn dat een aantal mensen toch mogelijk tegelijkertijd is gaan douchen. Of dat iemand de elektrische auto heeft aangezet. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik weet alleen dat het niet de panelen zijn.
Hoe doen jullie dat met de gelijktijdigheid bij 19 panelen? Ja, die stond al een tijdje. Dat was van de algemene kenmerken nog over de regeling. Ja, klopt. En die is, want dat heeft vooral natuurlijk te maken met inderdaad het installatietechnische gedeelte eigenlijk van die van het installeren van infraroodpanelen. Ja. Dat je moet proberen binnen die aansluiting te blijven. Ja. En een goede verdeling over groepen te maken en dat allemaal. Ja, nou voor mij die woning met 19 panelen, die zat ook wel boven de 3x25 ampère ook aansluitwaarde. Dus die had sowieso wel iets anders moeten doen. Ja. Ja. Oké. Okay. Even kijken wat we dan nog meer hebben. Ja, verwacht je dat de resultaten van laagtemperatuur wandverwarming, watergedragen of elektrisch tot en met 30 graden, nog gunstiger resultaten geeft? Nou, qua elektrisch vermogen waarschijnlijk wel. Als het elektrisch verwarmd wordt, ja, het is lastig. Ik denk, als het gaat over het energiegebruik van die infraroodpanelen, zit de winst toch voor een deel in het veel bewuster verwarmen van bepaalde ruimtes op bepaalde momenten. Infrarood is een relatief snelle techniek. Wandverwarming is juist een hele langzame techniek. Dus ja, ik zou niet durven zeggen of dat beter of slechter gaat uitpakken. Anders. Oké. Okay. En dan een vraag. Hoeveel kilowatt aan infrarood kan op een 3x25 ampère worden aangesloten? In mijn hoofd kan je met 3x25 ampère tot ongeveer 17 of 18 kilowatt komen. Ja, maar dat is het totaal van alle apparaten, dus niet van alleen apparaten. Meer. Ja. 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 Dus op het moment dat je zo'n doorstroom tapwaterbereidingstoestel hebt, dan zul je dat niet redden. Die trekt in zijn eentje alles. Ja, dat klopt. Ja. De elektrische koker heeft ook een piek van 3,5 kilowatt ongeveer, dat is heel kortstondig. Dus dat is een wat minder groot probleem. De elektrische auto's die pakken ook een paar kilowatt. Nou, dat moet allemaal tegelijkertijd kunnen. Precies. Even kijken. Ja, iemand maakt een opmerking over dat in de gezien de netcongestieproblematiek lijkt het niet de weg naar grootschalige toepassing. Mm-hmm. Dat is de vraag uiteraard. En dat heeft vooral mee met de stuurbaarheid van infrarood. En de behoefte aan die verwarming. Kijk, als je het koud hebt, dan wil je het warm krijgen. En dan ga je dat ding aanzetten. Dan kun je eigenlijk niet meer sturen. Wat bij eventueel met thermische massa in een pand met een watergedragen systeem bijvoorbeeld. Zou je iets meer kunnen sturen om in piekmomenten in het net daar iets te kunnen uitstellen. Ja. Hetzelfde geldt voor tapwater uiteraard. Dus met een elektrische boiler heb je in ieder geval dat je dat over de dag spreidt. Bij een doorstromer, ja, op het moment dat je onder de douche springt, moet die warmte maken. En kan die niet zeggen, sorry, over 10 minuten mag jij pas douchen. Nee, ik denk dat veel mensen dat toch niet comfortabel zullen vinden. Nee, klopt. Precies. Nee, die watergedragen systemen die hebben een buffer, een thermische buffer. En infraroodpanelen hebben dat niet. Dat heeft voor- en nadelen. Ja. Ja. Goed, nou hier wordt nog iets gevraagd over het vergelijk betreft enkel geïnstalleerd vermogen en het jaarverbruik. Gaswoningen hebben doorgaans een slechte schil, vandaar dat het verbruik ook hoger is. Hoe objectief is die 90 kilowattuur per vierkante meter versus die 40 kilowattuur per vierkante meter? Nou, ze zijn allebei objectief zo gemeten. Het is niet zo dat deze woningen echt supergoed geïsoleerd zijn. Dus dat valt wel mee. Okay. Dus in die zin zou je dat wel enigszins kunnen vergelijken met een gemiddelde gas of woning op gas? Het is wellicht wel iets beter dan een gemiddelde woning in het land. Als je gaat kijken naar de kwaliteit van het glas en de kwaliteit van isolatie. Het is niet heel veel beter. Het zijn zeker niet de supergoed geïsoleerde passiefhuizen. Oké. Okay. Welke SCOP komt hier uiteindelijk uit? Ja, dat is een goede vraag, want ik heb geen idee wat de warmtevraag is geweest. Dus ik weet al hoeveel energie erin is gegaan, maar ik weet niet hoeveel energie er gevraagd is. Dus ik heb geen idee. Op zich, een paneel, als je er 1 kilowattuur elektriciteit in stopt, komt er ook gewoon 1 kilowattuur warmte uit, want het moet ergens heen. Dan heb je de COP van 1. De vraag is wel een beetje of die warmte allemaal op de goede plek terecht gaat komen. Met een deel van de uitstraling zal bijvoorbeeld naar de bovenkant gaan, dan ga je het plafond opwarmen in plaats van de objecten eronder. Dus
tegen de 1. Maar dat is niet iets wat we hebben kunnen bepalen. Nou, dan komt inderdaad nog een vraag over... indirect heeft de keuze voor IR, voor CV, ook impact... op de manier van het bereiden van warmtapwater. Nou, dat is logisch. Ja, bij infraroodverwarming en doorstromers kan dit... Wacht even, nou moet ik even goed kijken, want er verspringt hier van alles. Even kijken, die zou je dus eigenlijk moeten combineren om de impact van IR te bepalen. Ja, dus als je IR-panelen gaat doen, moet je ook iets met dat tapwater. En om die impact te bepalen, moet je dus eigenlijk wel naar de combinatie van de twee kijken. Nou, dat is eigenlijk wat je net hebt gezegd. Dat klopt. Precies. Als je de business case van infraroodpanelen vergelijkt met een warmtepomp bijvoorbeeld, mag je niet alleen naar ruimtevorming kijken, dan moet je naar de woning als geheel kijken. Ja, behalve als je met een hybride warmtepomp aan de slag gaat, dan klopt die weer wel. Maar ook dan moet je voor infraroodpanelen naar de hele woning kijken. Precies. Even kijken, wie hebben we nog meer? Ik zie bij een traditionele gasketel geschakeld... Oh, dat is meer een opmerking zo te zien. Ja, het gaat over prioriteitsschakelingen en al dat soort zaken om zeg maar binnen het vermogen te blijven. En dat is eigenlijk ook een van de aanbevelingen, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat het regelen van infrarood, dat heel erg belangrijk is. Ja. Is er iets bekend over het comfort- en energiemodel dat door TUE en Jade wordt ontwikkeld? JATS is dat volgens mij toch? Moet het zijn volgens mij die E. Ja, ik zag mensen van de TU binnenkomen een uurtje of anderhalf geleden. Dus ja. Wellicht dat die wil antwoorden. Ja, precies. Nou, dan mag hij dat in de chat doen. Dus dan laten we die even staan. En anders is daarover over 3 dagen volgens mij op het Verbindingsfestival is er ook een presentatie van de TUE en... JADS hierover. JADS, dacht ik inderdaad, ja precies. Ja. Even kijken. Dan nog wat discussie over elke vorm van verwarming is infraroodverwarming. Ja, nou dat geloof ik eventjes. Even kijken. Er staat nog een bovenvraag van een neutrale toeschouwer. Ten aanzien van piekbelasting is het exclusief aan directe elektrische verwarming. Of kunnen wij uitdagingen in piekbelasting ook verwachten bij andere watergedragen elektrische verwarmingssystemen? Nou, die kan ik misschien beantwoorden. Een elektrische verwarmingssysteem, ja, dat bijvoorbeeld, kijk, als je een inductieketel gebruikt, om er maar even eentje te noemen, wat die ook nu af en toe oppopt. Daar heb je natuurlijk enorme pieken, want als je tapwater moet gaan maken met zo'n systeem, ja, dan heb je een enorme kilowattuur vraag zeg maar, op het moment dat je de douche aanzet, als je daar geen buffers tussen zet, zodat dus langzaam dat tapwater gemaakt kan worden. En voor warmtepompen geldt dat als je een 8 kilowatt warmtepomp hebt en die COP op het allerslechtste moment zou bijvoorbeeld 2 zijn, dan is dus je vermogensvraag op dat moment 4 kilowatt, dus de helft, als maximale vermogensvraag. En die wisselt af. Die heeft momenten dat hij ruimteverwarming maakt en momenten dat hij warm water staat te maken. Dus dat is een wisseling. Maar eigenlijk als we dat hiermee vergelijken, hebben we dus gezien dat die totale piek, zeg maar, die wordt gevraagd en zeker ook opgeteld door al die woningen. Door puur de ruimteverwarming, die blijkt dus nogal mee te vallen en is zeker niet heel veel slechter dan een warmtepomp. Dat klopt. Ik zie nog een vraag over de IR-branche. Stelt dat de winst zit in het feit dat je met een lagere ruimtetemperatuur toe kunt. Ik denk als het gaat over de gemiddelde ruimtetemperatuur, hè, over de hele woning en over het hele etmaal of over de hele stookperiode, dan denk ik wel dat die wat lager ligt. Ik denk de temperatuur die mensen instellen, dat die nou, misschien iets, maar toch niet heel erg significant lager ligt dan in gewone woningen. En of we hebben te weinig data om er echt iets zinnigs over te kunnen zeggen. Het wijkt niet heel erg af. Ik denk wel dat de periode die verwarmd wordt en de hoeveelheid vierkante meters die verwarmd worden, dat die wat lager zijn. Dus dat de gemiddelde temperatuur toch wel wat lager zal liggen. Ja. Is er met de ruimtetemperatuur rekening gehouden met de stand of hoeveelheid van ventilatie? Hebben de woningen WTW, natuurlijke ventilatie of mechanische afzuiging? En welk effect heeft dit, verwacht je? Het komt allemaal voor. Ik zou uit mijn hoofd niet durven zeggen of het een nu beter scoort dan het ander. Je zou verwachten dat woningen met WTW
ten opzichte van natuurlijke of mechanische ventilatie een wat lagere warmtevraag hebben, zou ik niet durven zeggen. Okay. Dus, is er iets te zeggen welk vermogenspercentage een goed IR-paneel aan IR-straling produceert? Nou, daar mag een van de fabrikanten het antwoord op geven. Ja, ik zie hier dat er al wat antwoorden gegeven zijn daarna. Ze zien al komen, ja. Ja. Even kijken, ik moet net even opletten, want er zijn nu ook al antwoorden gegeven. Dat is op zich goed. Pieken afvangen met PCM-boilers. Ja, ik zou zeggen doen. Ja. Even kijken. Mensen die de thermostaat hebben ingesteld op bepaalde temperaturen, wat top is. Ja, in deze virustijden is het ook niet onbelangrijk dat IR-stralingswarmte een betere oplossing is dan convectiewarmte in een goed geventileerde ruimte. Ik weet niet of het een opmerking of een vraag is, maar wat zou jij hiervan zeggen? Ja, een voordeel van infraroodpanelen is dat er minder warmtestroming komt. Dus dat virussen ook iets minder door de ruimte heen worden gepompt. Ja, daar zit wel wat in. Ja. Of het heel erg bepalend gaat zijn, dat weet ik niet. Maar, ja. Nee, helder. Even kijken. Ja, daar zegt iemand, zou het niet mooi zijn als je dit onderzoek zou kunnen doen bij mensen... Wacht even, het vliegt de hele tijd alle kanten op. Ja, voor mij heeft David hem al typend beantwoord. Maar inderdaad, het zou mooi zijn, inderdaad, Kees, als je dat kan doen bij mensen die hier niet bewust voor gekozen hebben. En dat kan vergelijken met mensen die er wel bewust voor hebben gekozen. We hebben een aantal huurwoningen erin zitten, dus die mensen hebben er tenminste niet zelf in geïnvesteerd. Dus iets minder bewust voor gekozen. Er zijn wel iets van verschil, maar ja... het zou fijn zijn om dat onderzoek op die manier uit te breiden of te herhalen. Ja. Ja. Nou, dat was een van de vragen die we tijdens het doen van het onderzoek in een klankbordgroep ook besproken hebben. Is dat wat je natuurlijk zou willen doen, eigenlijk is willen weten als jij een woning koopt en zit infrarood in. En je hebt er niet voor gekozen. Je verwacht gewoon een woning te kopen die gewoon warm wordt in de winter. Op de momenten dat jij het wil en comfortabel is voor jou. Mm-hmm. Of daar dan, of die mensen dan hetzelfde comfortniveau ervaren als dat we nu gemeten hebben. Ja. En dat is eigenlijk de kern van de vraag. Ja. Ja, je zou nog wel een longitudinale studie willen doen met de verkoopprijs van woningen die met infrarood worden verkocht in de loop van een bepaalde periode. Geen idee of de prijs opdrijft of juist drukt of de verkoopbaarheid. Dat zal op zich wel interessant zijn, maar nog een beetje te vroeg voor. Precies. Een vraag. Mag een infraroodverwarming nog worden toegepast na een ingrijpende renovatie in verband met een systeemrendement van de verwarmingfunctie? Ja. Ja, dat mag, zolang die infraroodpanelen als een lokale verwarming worden gebruikt. Want lokale verwarming is uitgesloten van die systeemrendementseisen in het bouwbesluit. Op het moment dat je een centrale aansturing hebt van infraroodpanelen, ja, dan is het dus geen lokale verwarming meer, maar een systeem en dan mag het niet meer. Oké. Nou ziet u, Jacob heeft nog iets gezegd. Wat je zou willen toetsen is een vergelijking van woningen die van het gas afgingen en overstappen naar IR. En overstappen naar IR. Mogelijk is ergens data daarover beschikbaar. Lijkt me relevant. Dus historische data van de woningen die we nu gemeten hebben eigenlijk. Van voordat ze overgingen. Ja, dat zou zeker kunnen. Dat is interessant om te hebben. Ik weet niet of het van alle woningen precies bekend is. Er zitten ook woningen bij die al jaren op infrarood zitten. Dat kan. Dat is zeker een punt voor vervolgonderzoek. En dan zie ik nog een vraag van de neutrale toeschouwer. Zou je een indicatie kunnen geven van het energieverbruik van een woonconcept wat zowel met een warmtepomp als met infraroodpanelen wordt verwarmd? Bijvoorbeeld WP beneden en infraroodpanelen boven. Nee, het lijkt me overigens wel een hele geschikte combinatie. Hè? Dat je je woonkamer waar je toch het meeste bent, bijvoorbeeld nog steeds met een watergedragen vloerverwarmingssysteem verwarmt en boven incidenteel met die IR-panelen. Maar wat het energiegebruik is, nee, dat hangt natuurlijk heel erg af van het daadwerkelijk gebruik van die woning. Nee, ja, daar komt de spreiding weer terug. Nee. Ja. Nee, dat is over die spreiding waar je het eerder over hebt gehad. Dat is een beetje hetzelfde verhaal, zou je dan kunnen zeggen. Ja, op individueel niveau zeker.
Nou ja, zeker. Even kijken, waren er nog verschillen tussen nano IR te onderscheiden ten opzichte van wat hogere vermogens? Sander Eckstein. Ja, we hebben bij het comfort wel gekeken naar relatie met het aantal panelen of het opgesteld vermogen. Absolute zin en per vierkante meter. Maar ook daar kwam niet echt een ander beeld uit. Nee. Oké. Okay. Mark Osser die schrijft nog navraag. Dus als elke ruimte middels een thermostaat aangestuurd wordt, is volgens mij een eis, mag infraroodpanelen, infraroodverwarming bij renovatie worden toegepast? Ja, dat is eigenlijk dezelfde vraag volgens mij als hier daarboven staat over de EPBD 3-richtlijn en artikel 655 van het bouwbesluit. Ja, als het een lokale verwarming is die lokaal geregeld wordt, dan mag je die toepassen. En is dat dan ook, ondanks dat je geen centraal systeem hebt, überhaupt niet meer, dus alleen maar lokale systeempjes mag je optellen? Ja, je mag best 5 lokale systemen in je woning hebben, ja. Ja, oké. Okay. Top. Even kijken. Floris Mokveld, waarom zou ik een duur infraroodpaneel moeten kopen om mijn werkkamer boven, niet verwarmd door WP, af en toe te verwarmen als een elektrisch kacheltje dat uitstekend warm kan krijgen? Ja, als je al een elektrisch kacheltje hebt, dan zou ik die zeker gaan gebruiken. Ja, dat is precies. Heel incidenteel is, ja. Ja, het is daar natuurlijk wel weer het ding dat je met dat kacheltje wel die hele ruimte op temperatuur moet brengen. Dat heeft er een beetje mee te maken hoe lang je en hoe vaak je er zit. Ja. Dat met een infraroodpaneel je dat misschien veel sneller en efficiënter kan doen. Ja. Omdat je jezelf wordt aangestraald. Hè, dat geldt een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld in bedrijfshallen. Daar hebben we vorig jaar studie naar gedaan. Dat er eigenlijk werd gekeken naar in die hele bedrijfshal dat je die totale luchttemperatuur lager houdt, bijvoorbeeld op 16 graden. Mm-hmm. En dat je daarnaast dan werkplekken waar bijvoorbeeld inpakkers zitten of dat soort mensen, dat je daar met infrarood zeg maar lokaal aanstraalt. Nou, dat is een beetje hetzelfde met jouw werkkamer. Het ligt er een beetje aan hoe groot die is en hoe langdurig je er zit. Er waren in het onderzoek al een aantal mensen, twee of drie, die net een klein infraroodpaneeltje onder hun bureau hadden gezet om koude voeten weg te krijgen. Exact. Is de studie naar infraroodverwarming voor de industrie ergens beschikbaar? Ja, Freek. Althans, dat is niet echt een studie naar infraroodverwarming. Dat is meer, we hebben een opdracht vorig jaar uitgezet en dat gaat over bedrijfshallen. Die kun je op onze site vinden in het duurzame warmte-koude stuk onder de kennisbank. En daar komt ook dit onderzoek straks terug. Wij zullen jullie na dit webinar informeren als het live staat. En krijgen jullie ook meteen de link naar de opnames en dergelijke. Oké, het hele eco-design komt nog even een verhelderende vraag van de branchevereniging. Dat zal wel iets zijn. Ja, goed. Nou, dan ga ik nog naar mijn laatste twee sheets. Ik had nog één overkoepelende van jou. Wat zijn nou, als je door de oogharen kijkt naar de resultaten met het onderzoek, overal energievermogen en comfort. Ik denk dat we wel wat helderheid en algemene kennis toegevoegd aan de toepassing van infraroodvorming in Nederland. Waarvan ik dus niet per se zeker weet hoe representatief het is. Maar het is op zijn minst het grootste onderzoek wat het tot nu toe is. We kijken naar het comfort in de woningen waar we hebben gekeken. Nou, het is zeker niet slecht. Ik kan het niet heel goed vergelijken met andere technieken. Maar als je gaat kijken, de scores tussen heel koud tot en met heel warm. Zit de bulk van de registraties in elk geval in het stukje wat goed is. Dus qua comfort kan je er zeker mee doorgaan met die infraroodpanelen. Ga je kijken naar het energiegebruik, dan komen we gemiddeld uit zo rond de 37 tot 40 kilowattuur per vierkante meter. Wat een heel stuk lager is dan een gemiddelde gasgestookte woning. En dat matcht ook wel met resultaten van eerdere onderzoeken naar infraroodverwarming. Dus wat dat betreft is dat wel een reden om infrarood toe te gaan passen. Waarbij de samenhang met dat comfort niet vergeten moet worden. Want het kan ook prima zijn dat de mensen die infrarood gebruiken zich heel erg bewust zijn van het andere comfort wat je krijgt met die infraroodpanelen. Wat wel een punt van aandacht is het vermogen wat je nodig hebt, zowel op niveau van de woning. Want als je een doorstroomtoestel hebt daarbij met 18 kilowatt, is niet goed voor de business case. En op wijkniveau is het ook een punt van aandacht, want tot 6 kilowatt per woning gelijktijdig, dat is dus een behoorlijke hoop. En een heel groot deel van de dag, 1,5 tot 2 kilowatt,
Ja, dat is een piek die je niet weg kan halen en waar echt niet alle net op berekend zullen zijn. Dus uiteindelijk, moet ik het nou doen of niet? Ja, ik kan niet het ultieme antwoord geven. Ik zou het zeker niet in heel Nederland blind toe gaan passen. Of het in een individuele situatie uitkomt, ja, daar kunnen we natuurlijk ook niet heel veel over zeggen. Ik kan wel een paar tips en trucs en aandachtspunten meegeven. Het thermisch comfort, hadden we al gezien, wordt zeker acceptabel geacht, maar houd er wel rekening mee dat dat infraroodpaneel een ander gedrag heeft dan gebruikelijke van radiatoren, vloer- en wandverwarming. Betekent ook dat je stookgedrag anders moet zijn, dat je rekening moet houden met de regeling van de panelen zelf. En er is ook wel sprake van stralingsasymmetrie, niet de hele woning wordt warm, dus de warmte komt echt voelbaar van één kant af. Was natuurlijk heel vroeger ook niet zo met open haarden, kwam de warmte ook van één kant en dat vonden we ook niet erg. Het is wel iets waar je de bewoners of de gebruikers van over moet informeren. Nee, het moet wel een bewuste keus zijn, of in elk geval mensen moeten zich ervan bewust zijn dat ze iets anders krijgen dan wat je gewend bent van traditionele radiatoren of vloerverwarming. Die vermogensvraag, dat is in elk geval heel belangrijk. De piek zit bij het tapwater, het probleem zit bij het vastrecht wat heel erg hoog gaat worden. In de woning, maar zeker ook in de wijk, op het moment dat je seriematig gaat renoveren of een nieuwbouwwijk gaat uitleggen met infraroodverwarming, moet je ook zeker kijken naar de vermogensvraag ten opzichte van wat het net aan kan. Dat is wellicht overal wel slim, beperk je maximale vermogensvraag. Dus kijk even heel goed naar welke apparaten heb je staan, welke mogen tegelijkertijd aan. Moet je dat misschien toch gaan regelen met een voorrangsregeling. Hè? Dus op het moment dat ik ga koken, dan gaat mijn auto automatisch uit. Of plaats een accu in de woning of een accu in de wijk. Dat was de laatste. Ja, en wat ik ook zat te denken is, dan gaat je auto toch nog even wat stroom aan het huis leveren als je gaat koken. En dan gaat hij daarna pas zelf opladen. Nou ja, zoiets. De auto heeft ook een accu, ja. Ja, precies. Eens even kijken of wij nog een paar vragen. Allereerst, Pieter, uiteraard veel dank voor het uitvoeren van het onderzoek. En toch weer een verdiepingsslag te hebben gegeven. Inderdaad, wat we hoopten en ook door de coronaperikelen is het aantal woningen net iets minder geworden dan we eigenlijk initieel hadden gehoopt. Maar toch hebben we behoorlijk veel woningen kunnen meten. En inderdaad, als ik besef hoe moeilijk het was, zelfs in samenwerking met de branchevereniging en allerlei andere partijen om die woningen te vinden, is er toch wel een soort van vermoeden dat er niet zo heel veel woningen met stralingspanelen als hoofdverwarming werken. Mm-hmm. Maar goed, dat is een vermoeden. Dat kunnen we verder niet staven, zoals je ook al aangaf. Maar we hebben wel het idee dat we, dat we in ieder geval wel een slag weer gemaakt hebben. Dat de eerdere statements die vaak gemaakt werden over infrarood, dat het eigenlijk helemaal niet zo negatief uitkomt als dat wij oorspronkelijk dachten. Nog even los van business cases. Maar dat inderdaad alle knelpunten wel weer goed boven water zijn gekomen. Ja. Er wordt hier een vraag gesteld over welk vervolgonderzoek zouden jullie wensen? En dan moet ik wel bijzeggen dat Pieter is natuurlijk van een adviesbureau, die doet graag vervolgonderzoek. Uiteraard. We hebben in ons rapport wel een aantal aandachtspunten opgeschreven, zowel over hoe je dat onderzoek zou moeten uitvoeren, hè, dus dingen die wij eigenlijk achteraf anders of beter hadden kunnen doen. Waar ik wel zou willen weten is dat thermisch comfort, want we hebben dat nu met een app gemeten, dus dan meet je het comfort van de mensen zelf. Maar dat zou je ook willen combineren met een fysieke meting van binnentemperatuur bijvoorbeeld. Die binnentemperatuur die zou ik ook wel willen weten om te kunnen beantwoorden waarom nou dat energiegebruik zo laag is. Is dat nou de tijd dat de panelen aanstaan, de ruimte waarin die aanstaat, die 40 kilowattuur ten opzichte van de 90 met gas. Waar komt het dan precies vandaan? Dat zou ik meer verder willen. Ik denk dat dat de belangrijkste zijn. Het vermogensstuk zit er niet zo heel veel vragen in. Maar vooral wel dat thermisch comfort en het energiegebruik, wat daar nou bepalend is.
Ja, nee, ja, heel goed. Ik merk dat ze überhaupt bij allerlei technieken, hè, die worden natuurlijk vooraf los berekend en worden allerlei, in modellen worden er allerlei suggesties gedaan over hoe zuinig of onzuinig ze zijn. Maar we merken dat in de real-life situatie dat daar veel meer behoefte aan meten en monitoren is. Dus ja. ik ga ervan uit dat op enig moment daar ook weer een vervolg op komt. Je krijgt complimenten, Pieter, voor je fijne, heldere presentatie. Mooi. En dat men is aangenaam verrast door het relatief lage energiegebruik, dat is geconstateerd. Ik kan me ook voorstellen, mensen die commercieel actief zijn in deze branche, dat een hele prettige uitkomst vinden. Ja. Nou, wat dan nog wel, dat vervolgonderzoek, dat zou dan wel moeten leiden tot andere parameters in bijvoorbeeld zo'n NTA 8800. Waarmee je dus dichter bij het werkelijke energiegebruik gaat komen dan, dat het berekende energiegebruik dichter bij het werkelijke energiegebruik gaat komen. En dat soort parameters is voor allerlei technieken, is er al wat discussie over. Maar ik denk dat die dus zeker voor die infraroodpanelen toch wel een behoorlijke slag nodig heeft. Ja, ja nee, zeker. En dan wordt hier ook nog iets geroepen over, twee keer zie ik er een vraag over staan, zeker niet slecht. Doe je dan eigenlijk best goed? Ja, dat is een kwestie, is het glas half vol of half leeg? Als onderzoeker probeer ik een beetje voorzichtig te zijn. Ik kan me voorstellen als je infraroodpanelen verkoopt, dat je zegt, nou, ik vind dit best goed. Maar ik kan het niet vergelijken met andersoortige verwarmingsinstallaties. Dus vandaar dat ik een beetje voorzichtig ben. Het is niet slecht of het beter is of slechter is dan andere technieken. Ja, dat kan ik niet heel erg hard maken. Dus vandaar enige voorzichtigheid. Nee, want hij is dus ook niet geverifieerd bij bewoners. We hebben uit mijn hoofd van geen enkele bewoner echt klachten. Nou, dat is niet helemaal waar. Van een enkele bewoner klachten gehad dat ze het niet warm zouden kunnen krijgen in de woning. Maar dat is zeg maar 1 van de 50. Dat heb je met gasgestookte woningen ook wel. Ja. Altijd 1% of 5% die altijd ontevreden is. Nee, precies. We hebben dus niet aan mensen gevraagd, dat is ook een vraag, of ze niet liever toch een gasgestookte woning hadden gehad. Dat hebben we nee, die vraag hebben we niet gesteld, maar dat zou op zich wel een goede kunnen zijn. Ja. Ja, ja. Ze zouden het gebruikers aanbevelen? Ik denk ja, maar wel in specifieke situaties. Nee, het is andersom. Zouden de huidige gebruikers het aanbevelen aan anderen, denk ik? Dat zo ja, de meeste wel. Ja. Ja. Goed, dat aandachtspunt even tussen kilowattuur elektra en een kilowattuur warmte van gas, dat speelt uiteraard ook. Ja. Dat prijsverschil, maar dat is echt voor de business case berekeningen. Dat is even bij verder, dat voert verder dan dit onderzoek. Maar dat is denk ik wel belangrijk dat leveranciers, maar dat zowel voor warmtepompen geldt dat als voor infrarood oplossingen of andere oplossingen. Dat inderdaad die business case berekening fair en goed gemaakt moet worden. En niet te rooskleurig, want er wordt nogal wat gerommeld daarmee. Nee, dat klopt. Want een kuub gas is ongeveer 10 kilowattuur. Dat kost €1 tegenwoordig en morgen misschien wel €1.10. En een kilowattuur elektriciteit kost 25 cent. Dus daar zit best een hoop verschil in. Ja. Gas is goedkoper. Ja. Ook al heb je er meer voor nodig. Ook al heb je dus meer nodig, inderdaad. Ja. Precies. Even kijken. Nou, even kijken of ik nog een vraag kan vinden, hoor. Ja, is er een verklaring voor de uiterste in beleving bij heel warm en heel koud? Dat weet ik niet. Nee. Ja, het kan zijn dat de mensen net binnenkwamen en de woning heel koud was. Weet ik niet. Zou ik in moeten duiken? Nou, er worden nieuwe woningen aangeboden. Dat is altijd goed. Even kijken. Ja, iemand zegt, ik concludeer vooral dat het heel moeilijk is om de uitkomsten van het onderzoek te kunnen interpreteren. Iedereen kan eruit halen wat aansluit bij zijn eigen visie, lijkt me. Ja, dat is met de meeste bak met getallen, is dat zo. Het glas is half vol of het glas is half leeg. Dit is zoals ik al zei, het is niet het ultieme antwoord. Moet je infrarood nou wel doen, moet je infrarood nu niet doen. Het hangt echt erg af van je situatie. Ja, en eigen gebruik dus ook vooral. Eigen verbruik, eigen verwachtingen, ja. Ja. Is er een comfortnorm waar we aan kunnen refereren?
Comfortnorm. Je hebt die theorie van Fanger, maar die is al best wel oud en die is ook best wel bekend. Dus dat zijn niet echt eisen die je dan daaraan gaat stellen. Nee, er zijn wel beoordelingsmethoden van binnenklimaat, dat het niet te warm is, niet te koud en niet te rumoerig en dergelijke. Ik zou zo snel even niks weten, maar misschien iemand anders in het publiek. Nee, nou dan zien we dat, moet dat zomaar even beantwoord worden door iemand anders. Ja. Voor de liefhebbers schrijft iemand hier. We hebben 50 nieuwbouwhuurwoningen met infrarood, zowel EGW als appartementen. Ja. Contact voor meer informatie is geen probleem. Nou mooi, die mogen in de dataset toegevoegd worden straks dan. Ja. Hopen dat je ze goed monitort, Michael. Denk dat ik het zo moet zeggen, Michael. Erg belangrijk dat je zelf goed gaat monitoren en dat ook misschien onafhankelijk laat doen. Om zeg maar dat vertrouwen verder te laten groeien in de techniek. En ook inderdaad het echte gebruik straks. Zeker als je er 50 hebt, waarschijnlijk dan in één project. Dan gaat dat heel veel nieuw inzicht kunnen opleveren. Nou, even kijken of ik nog meer heb. Volgens mij zijn we dan redelijk er doorheen. Wat is de materiaalimpact? Dat is wel een goede vraag voor WE-adviseurs uiteraard. Daar hoort hij ook eigenlijk. Van een IR-paneel in verband met de MPG-berekening. Ja, dat is een goede vraag. In de NMD-database, maar ook in de Europese database, staan dit soort panelen eigenlijk gewoon niet in. Dus geen idee. En hoe moeten leveranciers dat doen? Leveranciers die kunnen een LCA laten uitvoeren, dus een levenscyclusanalyse op de productie van de panelen. Daarbij wordt dan gekeken welk materiaal zit erin, waar komt het vandaan, waar is het ooit een keertje uit de grond getrokken, hoe is het getransporteerd, hoe is het bewerkt, hoe wordt het gebruikt onderhouden en op het eind afgedankt en eventueel gerecycled. En daar worden dan de milieueffecten van bepaald. Nou, als je dat laat doen door een daartoe gecertificeerd bedrijf, kan je daarna laten opnemen in de milieudatabase van de stichting NMD. En dan kunnen bij MPG-berekeningen, die verplicht zijn bij nieuwe woningen, nieuwe kantoren, kan je bij een MPG-berekening kan je de techniek kiezen. Maar op dit moment zit het er nog niet in. Nee. Misschien goed om ook aan te geven, we zijn ook nog met een andere studie bezig rondom circulariteit. En ook heel veel circulariteit van installaties. Mm-hmm. Die hebben natuurlijk een wat kortere levensduur dan een gebouwdeel, hè, die er misschien wel voor 100 jaar in zit. En we zijn ook bezig om daar met biogroups te werken. Dus denk ook aan woningcorporaties, rijksvastgoedbedrijven, et cetera. Om ook bij renovatie steeds vaker ook dit soort NMD-berekeningen of die NMD-database te betrekken en dit soort berekeningen los te laten. Ja. Dus het is wel belangrijk, denk ik ook vanuit de branche, om daar op te gaan drukken extra. Dat er gezorgd wordt dat die panelen ook in die berekeningen meegenomen kunnen worden. Het zou jammer zijn als we straks in het kader van de energie- en warmtetransitie alle woningen in Nederland op de schop gooien en dan geen rekening houden met het materiaalgebruik. Exact. De Duitse studie IR-bouw zou een mooie basis voor een gelijkaardige studie en een gelijkwaardige studie in Nederland kunnen zijn. IR-bouw, dat onderzoek hebben we meegenomen, toch? Daar hebben jullie naar gekeken. Ja. Ja, en daar wordt ook een meetopzet beschreven. Die hebben een aantal woningen verschillende soorten systemen opgehangen en gesimuleerd hoe de binnentemperatuur of de regeling werkt. Dus dat is op zich een zinvol onderzoek. Ja. Ja. Voor de business case wel even heel goed in de gaten houden dat ze ook zonnepanelen bij de woning betrokken hebben. Dus niet blind de getallen overtypen. Nee, exact. En dat is natuurlijk het punt met zonnepanelen. Op de momenten dat je die warmte het hardst nodig hebt, doen die zonnepanelen niks. Dus in de gelijktijdigheid spelen zonnepanelen eigenlijk niet echt een rol bij infraroodpanelen. De hoogste pieken komen toch door de tapwatervragers. Niet in alle woningen, maar toch wel tapwater. Ja, en dat heb je gewoon dag en nacht nodig een keer. Nee, en ook in de winter natuurlijk, als je zoninstraling hebt in je woning, dus dan doen je zonnepanelen het ook. Dan is het natuurlijk ook nog eens een keer zo dat dan de warmte binnen wat minder nodig is. Ja. Ja, Floris, ja.
Ja, die, prima dat die dit klopt. Inderdaad, de kosten zijn hier niet meegenomen. We hebben echt puur naar de techniek gekeken, naar het comfort en vermogens en al die dingen. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Ik bedoel, dat zou goed zijn om daar nog echt een keer aan te gaan rekenen. Om dat in een vervolgonderzoek toch eens wat verder te pakken. Op dit moment vanuit de TKI zijn we bezig met onderzoek te doen naar zonthermische systemen. En hoe dat precies werkt. Ook aan de business case kant juist. Dus wie weet dat... DWA heeft een tijdje terug een onderzoek gedaan in opdracht van het Lenteakkoord. Die hebben wel gekeken naar de business case van infraroodpanelen. Maar die hebben qua energiegebruik wel gerekend met de getalletjes uit de NTA. Dus bij gebrek aan beter, dus dat is geen verwijt richting DWA. Maar die sommetjes die zou je nu op een iets andere manier kunnen maken. Wel met de kansrekening dat het dus wellicht een ander comfort is, een ander warmteoppervlak, et cetera, dan voor die gasgestookte woningen. Even kijken, wat zegt Kees Bakker? Tot nu toe was ik in voorlichting naar particuliere eigenaren zeer terughoudend over infrarood als hoofdverwarming. Met dit onderzoek kan ik die terughoudendheid relativeren. Hoewel een onderzoek onder een kleine groep, kan ik mijn informatie anders en beter onderbouwen. Nou, dat is mooi, Kees. Daar zijn we blij mee. Ja. Dat was ook de bedoeling natuurlijk van dit onderzoek, om het iets meer richting en duiding te geven. Het punt blijft uiteraard dat het allemaal erg afhankelijk is van die bewoner en hoe die het gebruikt. Want als die het gewoon gaat gebruiken als, zeg maar, net als met een gasketel, hele woning op een mooie temperatuur houden de hele tijd, dan zal het toch negatiever uitpakken waarschijnlijk. Dus je moet het ook wel gebruiken zoals het bedoeld is, zeg maar, infraroodverwarming. Volgens mij zijn we dan zo'n beetje door de vragen heen. Dank jullie wel allemaal voor de aanwezigheid. Pieter, veel dank zijn we jou verschuldigd voor het uitvoeren van het onderzoek. Mm-hmm. Ondanks alle coronaperikelen en dat collega's niet altijd even veel aanwezig waren in die eerste periode. Is het toch gelukt om alles wat we uit het onderzoek konden halen eruit te halen. Uiteraard, er zijn allerlei ideeën over vervolgonderzoek, dus we weten nog niet of dat volgend jaar alweer gaat lukken, ook financieel niet, maar dat wordt vast vervolgd. We hopen uiteraard dat jullie allemaal het in ieder geval weer een stap verder heeft geholpen in het denken en het denken over infrarood. En heel graag ontmoeten we jullie op volgende webinars van de TKI. Wij doen met enige regelmaat geven wij allerlei informatie en duiding. Kijk ook eens, ga eens rondgrazen in onze kennisbank. Daar staan heel veel onderzoeken. En alle aanwezigen en alle mensen die zich hadden aangemeld voor dit webinar, die zullen wij het onderzoek nog namailen. We zullen een mailtje sturen met ook de link naar de opnames, zodat jullie dat nog terug kunnen kijken daar waar dat nodig mocht zijn. Als jullie vragen hebben, dan weten jullie mij uiteraard te vinden, of mijn collega David van Petersen, maar wellicht ook Pieter rechtstreeks. En dan zullen we proberen jullie zo goed mogelijk te helpen. Voor nu veel dank. En dan gaan we bij deze afsluiten. En heel graag tot een volgende keer.